Burgers van Nikeri worden al jaren geconfronteerd met een groeiende stroom aan rijstkaf. De schade voor milieu en gezondheid wordt hierdoor steeds verergerd. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van het rijstkaf ongecontroleerd gedumpt of verbrand. Dit is de reden waarom het bedrijf 4 Green Energy Solutions een duurzaam product wil maken van rijstkaf. Dit zegt Glenn Ramjan, technisch directeur van het bedrijf. Volgens hem is het voorwerk voor dit project reeds gedaan. Het project houdt in namelijk dat we het rijstkaf dat momenteel een groot probleem is, niet keer, compleet gaan verwerken. Mm-hmm. En door middel van vergassing, om dan daardoor energie op te wekken en dat te leveren voor EBS. Ja, dus we zijn eigenlijk bezig met, we hebben het voorwerk al gedaan, het onderzoekproces is al achterwege. Het rijstkaf is onderzocht qua beschikbare voor biomassa. En ook de machines zijn getest in het buitenland. We hebben een rapport al binnen gehad, dus we gaan nu over tot de locatie waar het bedrijf komt te staan. Dan gaan we de samenspraak doen met de secretaris en een aantal reispennenaars. En als de locatie bekend is, dan gaan we dan starten met het bouwen. De financiering is bijna rond, tenminste bijna, is eigenlijk half aan rond voor het project. En het is kwestie van nu is handelen, locatie, het bouwen van de loods en de machines uit het buitenland die binnengehaald moeten worden. Eerste kwartaal volgend jaar is het installeren van machines, trainen van, we gaan ook dit jaar beginnen met het werven van personeel. Mm-hmm. En dan gaan we dus de trainingen, komen ook in het eerste kwartaal van 2020 van het werven van personeel. En we hopen in het begin tweede kwartaal productief te zijn en stroom te beginnen te leveren voor, op het net van EBN. Ramjan legt verder uit dat dit project zeker aan 20 Nigerianen werkgelegenheid zal bieden. Ze zullen getraind worden om met de machines om te gaan. Verder legt de technische directeur ook uit dat er een samenwerking zal zijn met rijstverwerkers en rijstboeren. Met name de rijstpellenaar, waarvan we het rijstkaf moeten krijgen, is dus dat we dus een goede afspraak met hen maken hoe we het rijstkaf aangeleverd krijgen. Want we willen het liefst dat ze het voor ons bezorgen. En daar hebben we dus een bepaalde molens voor bedacht. En, maar dan gaan we dus in samenspraak doen met de pelmolenaar, de vereniging van pelmolenaars. En ik ben overtuigd dat we dus eigenlijk wel eruit komen en dat het een win-win situatie is. En daarnaast is het dus de rijstboer, er wordt een fonds opgericht om ook voor het district, om dus projecten voor de uitvoering hier. En ook voor de rijstboeren, waarbij dus wat geld beschikbaar gaat gesteld worden voor een bepaalde ondersteuning daar de rijstboeren toe, maar ook natuurlijk naar het commissariaat voor de gemeenschap zelf. Glenn Ramjan, technisch directeur van 4 Green Energy Solutions. Vandaag heeft hij op het commissariaat in Nikeri een presentatie gehouden voor de belanghebbenden en belangstellenden. Ramjan heeft hen nader geïnformeerd over dit rijstkafproject.